Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Current, knalgroene energie. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdagavond. We praten vandaag met een volle tafel. Geert den Oude, Sinclair Bisschop en Dennis van Eersel. Martijn Krabbedam wilde ook graag komen, maar die stond vast in de, het fileleed dat Rotterdam heeft vandaag. Meepraten met deze man, dan kan je ook, moet je even je vraag stellen via Facebook. RTV Rijnmond Sport is ons Facebook kanaal, onze pagina. Daar kan je vragen achterlaten onder de uitzending. Begin gelijk maar even bij jou, Geert. De topper tegen PSV. Ja. Ga je die met of zonder Van Persie beginnen? Wat zou jij doen? Ik denk zonder. Als je kijkt hoe Feyenoord begonnen is de laatste keer tegen PSV. Met zoveel druk. Ik denk ook als Van Persie zou spelen dat PSV daar misschien wel gebruik van gaat maken in omschakeling. Dus ik zou zeggen zonder. Wat zou jij doen? Het is met name de vraag, omdat natuurlijk die bekerwedstrijd er is. Hij kan waarschijnlijk maar één wedstrijd spelen. Want ik denk dat als er een week tussen zat, dat hij misschien wel allebei de wedstrijd had gespeeld. Nou, op de persconferentie vandaag werd er naar gevraagd. Ook Van Persie is geïnterviewd door Dennis. Ja, en eigenlijk laten ze al een beetje doorschemeren dat hij deze wedstrijd niet gaat spelen. Dan zal Toornstra op die positie gaan spelen. En dan zal tegen Willem II zal hij wel spelen. Er is een plan met mij gemaakt, zei Van Persie. Maar Dennis, de andere kant is Van der Laan zat hier. Harry van der Laan zat hier afgelopen zondag. En die zei, ik zou altijd met hem beginnen tegen PSV. Dat heb je nodig in zo'n grote wedstrijd. Tegen Willem II kan je het ook zonder hem af. Ja, maar Willem II is misschien wel een grotere wedstrijd. Hoe gek dat klinkt dan Feyenoord PSV. In ieder geval gezien de belangen. En iedereen praat er heel makkelijk over. Hè? Maar ik weet nog... Goed, twee seizoenen geleden, Feyenoord won uiteindelijk de beker. Welke ronde, welke wedstrijd hebben ze het lastig gehad? Waren ze dichtst bij de uitschakeling? Ja. Ja, en die 1-1 viel pas echt anderhalve minuut voor het einde van de wedstrijd. Dus Feyenoord verloor van Willem II in de competitie dat jaar? Of was het jaar daarvoor? Nee, dat was weer het jaar daarvoor. Dat was het jaar daarvoor, inderdaad, onder Fred Rutte. Dus. Maar goed, maar dan zou je dus Van Persie zou jij gewoon sparen, Geert. Ondanks dat je hem in zo'n grote wedstrijd... Omdat ik ook vind dat PSV een middenveld heeft... Waar Feyenoord speelt met drie spitsen, PSV met drie. Dus het wordt 2x4-3-3 met een keeper uiteraard erbij. Ik denk dat in de omschakeling dat Van Persie daar wel moeite mee gaat krijgen. Ja, dat verwacht ik. We gaan zo meteen met deze mannen uitgebreid vooruitblikken op die wedstrijd Feyenoord-PSV. En natuurlijk ook een klein beetje richting Willem II. Praten over Sparta en praten over Excelsior. Eerst maar eens kijken naar de week die achter ons ligt. Het was de week waar al jaren op werd gewacht. Eindelijk zijn kinderfeestjes verboden met als thema cowboys en indianen. Want dat is racistisch. Ik hoor het u denken. Had dat niet 20 jaar eerder verzonnen kunnen worden? Dan was onze oranje indiaan ook bespaard gebleven. Ja, vroeger. Vroeger was alles... Den Ouden. Anders. Toen heette de beker nog... De Amsterdam Cup. De Toto KNVB beker is het nu. Och, foutje. Toto KNVB beker. Ja, we lachen erom. Maar het kan natuurlijk niet. Net zoals dit soort racistische liedjes. Ach ja, vroeger. Toen overwinterde er nog wel eens een Nederlandse club in Europa. Nu kijk je naar ploegen die de afgelopen jaren te sterk waren voor Feyenoord. Shakhtar Donetsk tegen AS Roma bijvoorbeeld. Bij AS Roma ziet Rick Karsdorp vaker een ziekenhuis dan een stadion. Maar wie Karsdorp wil zien, moet naar Griekenland. Weki Mykonos voor €155 samen met Rick Karsdorp. Gezellig! In deze tijd moet je elkaar wat gunnen. Kijk naar Sparta. Oké, er gaat wel eens wat mis natuurlijk. Qua punten doet de huidige trainer Dick Advocaat het nog slechter dan zijn voorganger Alex Pastoor. En dat geldt ook voor Gert-Jan Verbeek bij Twente. Bijzonder fideel om dan gelijk te spelen. Gedeelde smart is halve smart. Wees blij met wat je doet, zoals de broer van Mike van Duinen. Duinen zelf maakte een wereldgoal namens Excelsior bij Vitesse. Een week daarvoor nog een afgekeurde, nu een goal die telt. Als ik hem dan de week erop zo mag maken, dan kan ik alleen maar blij zijn. Vervelend natuurlijk voor Vitesse dat een week eerder nog van Feyenoord won. En Rotterdammer Lassana Faye, die voor Vitesse speelt, heeft daar wel een verklaring voor. Ik denk dat we gewoon gelukkig waren vandaag. Gelukkig, is dat de enige verklaring? Ja, dat is de enige verklaring, dat hoor je toch. Meneer is boos. En dat is begrijpelijk, want hij schoot die bal tegen Van Duinen aan. En dan sta je na afloop als verslaggever tegenover die Faye, die net zo boos als zelfkritisch is.
Moet je hem dan niet gewoon over de zijlijn maaien? Ja, als u het beter weet, dan moet ik in het veld komen staan. Nou ja, ik zeg niet dat ik het beter weet, maar... In het veld komen staan. Ik vraag alleen of je hem niet beter over de zijlijn had kunnen maaien. Als u het beter weet, moet u in het veld komen staan. Oké. In deze moeilijke tijden is er eigenlijk maar één ding dat je nodig hebt. Een beetje liefde. Dingen van elkaar accepteren. En blaas niet elk wisselwasje op. Want als je het ergens niet mee eens bent, dan is dit gedrag volkomen normaal. Niet te zwaar aan tillen. Schijnt normaal te zijn in de voetballerij. Maak er vooral geen indianenverhaal van. Want dat mag dus niet. Wanneer heb jij voor het laatst gegeven op de training ooit iemand zo neergemaakt nou, na willen trappen? Jij vroeg me dat net en ik zat erover na te denken eventjes. En de laatste keer dat ik... Nou, ik heb iemand een waarschuwing gegeven of eigenlijk tegen de trainer zet haal hem weg, want ik schop hem het veld af. Dat was tegen Jordi Buijs. Dat was bij de Graafschap, ja. Bij Jordi Buijs, de Graafschap was de laatste keer... Maar heb je nooit echt in zo'n akkefietje gezeten? Nou, volgens mij heb ik wel eens een keer akkefietje gehad met Daniel Rijhard. Ik heb ook wel eens op de ruzie op de training gehad met Frans Adelaar. Dat werd geen fysieke verslaande ruzie wel, maar... Maar in woorden. Ja. En die won je of niet? Ik werd weggestuurd. Ja, terecht overigens. Ja, en jij, Sinclair, bijvoorbeeld ook nog met regelmaat ook wel zo'n akkefietje op de training? Ja, dat gebeurt inderdaad, zeker op lager niveau. Maar iemand heeft vorig jaar toch jouw kuitbeen gebroken? Ja. Nou, dat heeft niet iemand gedaan, toen maakte ik zelf een verkeerde beweging. Maar... Nee, ik maakte een deelommetje. Ik was er wel zelf bij in Portugal toen Vilena en Nelom ruzie kregen. Hè? De vorige keer dat het breed werd uitgemeten bij Feyenoord, toen die twee spelers... elkaar naar de strot gegrepen. Toen zat Feyenoord in een wak. Want daarna, na dat trainingskamp, verloor Feyenoord 6 keer op rij. Dus laten we hopen dat dit incident anders af gaat lopen. Nou, maar eens even kijken. Vandaag was de persconferentie natuurlijk bij Feyenoord. Ook daar kwam er natuurlijk op bij Van Bronckhorst over dit incident. Wat vond hij ervan? Ik denk een incident wat vaak gebeurt. Of vaker gebeurt. En ook nog zal gebeuren. Dus voor mij was het... eigenlijk hoefde ik weinig te doen. De jongens onderling hebben het uitgesproken, al direct na de training en dat is het. Ja, toch leek er wel iets meer te zijn dan alleen dat ene duel. Hè. We horen Van Beek ook zeggen van iedere keer of elke keer iets in die richting zegt hij ook. Maar dat gaat dan echt om gewoon dat soort duels en dergelijke. Ja, nou, het is natuurlijk, je weet dat er in de training soms er vol op gaat. Zeker met een partij scherp op het einde. Dus ik zie het alleen maar in dat de jongens strijd hebben en passie hebben om het trainingspartijtje te winnen. Dus in dat opzicht moeten we het ook niet groter maken dan het is. Ja, dat zegt Christel Svaas ook. Kan gebeuren dit soort dingen. Toch, Dennis, het is niet de eerste keer dat Berghuis geïrriteerd is in dingen. Ook in wedstrijden. Die rode kaart tegen PSV in de heen. Bij PSV Feyenoord zag je natuurlijk ook. Het is een beetje een dingetje, toch? Nee, dat is het enige punt. Kijk, dat dit gebeurt. En daar zou ik niet zoveel ophef over maken. En het tot zulke proporties opblazen. Alleen maar Berghuis. Dat is er maar 3 minuten over je nu. Je ziet er wel een zekere lijn in, hè, bij hem. In wat dan die rouwmomentjes worden genoemd. Volgens mij heeft Harry van der Laan het zo een keer genoemd. Ook in de NFC Rijnmond. Als die balverlies leidt dat hij blijft balen. Of als hij de bal te ver voor zich uitspeelt. Dat hij het wil compenseren op een manier... die niet goed is. Hè? Dus af en toe die eerste reactie, de eerste reflex bij hem. Dat zie je wel vaak niet, in de, gratie zoals nu op dit trainingsveld gebeurt. Gelukkig, want dan is het gelijk einde seizoen, denk ik. Maar toen hij gewisseld werd, toen hij eruit zou gaan, was ook ineens dat de bord omhoog ging, dat ook zo geïrriteerd reageerde. Ja, en ja. Dat zijn van die dingetjes. Ja, toen werd hij uiteindelijk niet eraf gehaald. Nee. Hij ging Toornstra. Precies, was het verkeerde nummer op bord gehaald. Maar is dit iets waar je aandacht aan moet besteden, Geert? Je hebt het ook wel meegemaakt in de kleedkamer. Als ik een ruzie had op de training, dan... Ja, dan begon het eerst met een beetje aan elkaar trekken en een beetje kwaad worden. En misschien is een beetje van, joh, wegwezen. Maar de schop die Berghuis gaf, die was wel behoorlijk. Hij ging echt voor die natrappen, ja, hè? Ja, dat was echt... ik denk in het kickboksen, dan krijg je goede punten van de jury. Ja. Dus dat valt wel op, ja. Dat vind ik wel proportioneel. En de mensen die in de jaren 70 gevoetbald hebben, zeggen dan, joh, dat gebeurde bij ons altijd. Weet je, als je een beetje bij de hand was, kreeg je een schop. Ja, maar een schop is met een bal erbij, weet je wel. Zo'n schop waarbij... Dit is de schop die we hebben gezien. Dit was echt gewoon een schop die in de ring iemand geeft, weet je. Ja, nou, weet je wat het is? Feyenoord traint heel veel besloten. Ja. En juist de open trainingen zijn vaak helemaal niet scherp. Nee. Dus nu is er een keer een scherpe training en zien we dit. Dan ga je je ook afvragen, gebeurt dit niet vaker? Ja. Het overigens wel logisch toch dat het gebeurt. Van Bronckhorst had over spanning. Hij zei, je ziet dat die groep... Dat er spanning is op die groep, dat zegt hij ook in die persconferentie vandaag. Dat hoop ik, ja. Maar je staat 20 punten achter op PSV, dus logisch toch dat er een beetje spanning op is, of niet? Maar is dit een uiting van spanning?
Ja, nou, dit zie je wel vaak gebeuren bij ploegen die niet goed presteren. En bij een koploper zie je dit vaak minder. En het is natuurlijk wel een belangrijke week. En soms kan je dit ook wel eens gebruiken. Hè. Soms kan je met dit kan je wel iets, ook als trainer. De groep loste het ook zelf op. Hè. Het was heel mooi te zien hoe gelijk El Amadi en aan de andere kant Bottegien probeerden de vechtersbaas uit elkaar te halen. Soms heb je ook wel zoiets nodig. Een nieuwe carrière voor Berghuis in ieder geval in de ring. Ja, tegen Rico Verhoeven. Doe er wat mee. Sander Terlouw zegt, hoi zie ik je staan. Dat is mooi. Reza Kloens vraagt, ja. Ik pak even Facebook. Stille aanbidders? Het is allemaal op Facebook dit. Ja, ja dat volgen. Kan hoor. Ik ga niet zeggen wat voor jou op Facebook staat. Moet Feyenoord de wedstrijd tegen PSV laten schieten voor de beker tegen Willem II? Reza, vraagt Reza Kloens, wat denk jij? Nee, tuurlijk niet. Nee? Nee, tuurlijk niet. Het is een van de topduels in Nederland. Je kan jezelf er met elkaar zetten. Het is ook totaal geen issue. Waarom zijn? Je gaat toch nooit een wedstrijd in op voorhand om hem te laten lopen? Misschien kan je onbewust niet dat gevoel oproepen wat je bij die bekerwedstrijd toen het voor Feyenoord natuurlijk door het draaien was. Ja. Misschien kun je niet datzelfde oproepen, maar nee. Totaal geen issue. Nee, is het nou nog de bekerfinale, maar je staat pas in de halve finale. Tuurlijk, iedereen rekent wel dat je van Willem II wint, maar je kan straks ook die finale van AZ eventueel verliezen. En trouwens, tegen Willem II staat heel veel druk op, zou je hem ook kunnen verliezen. Dan moet je juist via de competitie nog zorgen dat je in ieder geval bij de eerste vier komt. En dan kom je dadelijk misschien net die punten tekort die je maar vandaag onbewust, of die zondag had kunnen halen. Onbewust denkt de voetballer toch, ik moet over 4 dagen, 3 dagen voor die beker. Die wedstrijd is veel belangrijker misschien wel. Dan trek je je been toch net even wat sneller in, of niet? Dan ben ik nou heel erg... Nou, ik denk dat je als voetballer, als je in dit geval bij Feyenoord speelt en je speelt tegen PSV, dat je ten koste van alles je wedstrijd wil winnen. Zeker hoe je de wedstrijd ingaat. Kijk, als die wedstrijd na een uur op 0-3 staat of op 3-0 staat, dan kan je de andere laatste half uur wat rustiger aandoen. Maar weet je, iedereen heeft gezien hoe fantastisch die sfeer was bij Feyenoord PSV in de beker een paar weken geleden. Ja, de mensen in het stadion waren, de supporters waren blij. Dus ik zou dat als voetballer opnieuw weer proberen te bereiken. En je krijgt juist een boost als je die wedstrijd wint. Ja. Stel je verliest met 0-3, dan ga je toch met een heel negatief gevoel richting en veel irritatie richting Willem II. Maar het spel van Feyenoord is de laatste weken toch ook weer niet om over een huis te schrijven. Dus dat is een understatement. Nou, ja, ik probeer het netjes te brengen. Het glas is half vol bij mij tegenwoordig. Nou, mijn glas is... Kijk zo de nieuwe water. Ik zal hem gelijk even leegmaken. Ja, maar is dat... Met een goed gevoel stap je sowieso niet die topper in, toch? Je stapt niet die topper in, maar misschien kun je hem wel met een goed gevoel uit die topper gaan. Hè? Want wat je zegt klopt. Tegen Heracles was het gewoon slecht. Amobinabel. Heracles had gewoon moeten winnen, toch? Heracles had die wedstrijd moeten winnen. VVV was slecht. Groningen was slecht. Vitesse uit. Zijn 4 wedstrijden brei. Dus daar zit wel een lijn in. Dus nog meer reden om gewoon tegen PSV maar wel te staan, lijkt me. Dan zegt Sinclair Niamat Var, vraagt Giovanni van Bronckhorst, weet het slechte spel van zijn ploeg aan de vele wisselingen. Maar moet hij als trainer dan niet de hand in eigen boezem steken? Nou, vandaag werd dat op de persconferentie ook gevraagd. Nou, hij gooit het inderdaad wel op automatismen die ontbreken, omdat hij zoveel moet wisselen. Jeremiah St. Juste vandaag ook bekend geworden. Valt ook weer weg tot het eind van het seizoen met de schouderoperatie. En zo zijn er wel aanwijzbare redenen. Maar feit is wel gewoon dat Feyenoord, zeker na de winterstop, voor de winterstop viel het wel mee. Zeker in het voetbal gewoon veel tekort komt. We noemen net, na de winterstop kunnen we misschien alleen de thuiswedstrijd tegen PSV voor de beker als een voldoende appreciëren. En voor de rest, alle wedstrijden waren na de winterstop of naar Utrecht uit, Ajax uit, noem ze allemaal maar op, waren echt heel erg magisch qua spel. En matig, juist na de winterstop, magisch, matig. Matig qua spel. Ja. Maar na de winterstop hadden we, was juist de selectie bijna weer op orde. Hè? Ja. Nou, er is zeker wat voor te zeggen wat Van Bronckhorst zegt. Want je speelt altijd graag als coach, lijkt mij, met een vaste elf en misschien eens een keer een 12e of een 13e. Alleen als je de tegenstanders van Feyenoord kijkt, die we net hebben opgenoemd, en of je dan met Nieuwkoop op rechtsback speelt of met Sint Juste, of je speelt met Van Persie op 10 of je speelt met Toornstra op 10 en zo kan ik wel even doorgaan. Dat zou natuurlijk geen verschil moeten uitmaken, want je bent individueel kwalitatief op alle posities beter. En het is niet zo dat je je elftal, je hele middenveld omgooit. Je gooit op 1 positie, gooi je het eigenlijk maar om in dit geval. Precies. Of in de aanval, het is Larsson of Boetius. Je ziet dat er op 4 posities kijk, wordt gewezen. De tempo tegen deze 4 tegenstanders wordt door Feyenoord bepaald en niet door de tegenstander, als het goed is. Ja. Weet je? En die jongens spelen niet voor niks bij Feyenoord. Dus Van Bronckhorst mag daar iets, mag alles zeggen wat hij wil. Maar dat tweede gedeelte over wisselingen, ja, dat snijdt niet zoveel hout. Ja, Sparta Marcel zegt, Zuid-TV is weer begonnen. We gaan zo meteen uitgebreid praten over Sparta en over Excelsior. Maak je geen zorgen. We gaan even naar een man toe die ooit de topper tussen Feyenoord en PSV wist te beslissen. Aan de hand van 2 hele mooie doelpunten. Een mooie carrière leek misschien wel voor hem bestemd in de Kuip. Alleen het liep allemaal anders. En via PEC Zwolle belandde hij uiteindelijk bij NEC. Anas Ashebar. Anas Ashebar speelt tegenwoordig bij NEC. De gedoodverfde kampioen in de eerste divisie die status lang niet altijd waarmaakt dit seizoen.
Het geldt ook voor Archibar zelf, die het bij Feyenoord en PEC Zwolle niet redden. Maar nu in Nijmegen wel weer eindelijk aan spelen toekomt en voldoening haalt uit zijn sport. Op een gegeven moment ga je een beetje als werk zien. En dat is nooit waarom ik überhaupt ben gaan voetballen. Het is toch echt een hobby. En de plezier is weer terug. Kijk, je komt als jonge broekje kom je natuurlijk in een grote club terecht. En dan ervaar je heel veel dingen. Dat neem je mee. Daar leer je van. Archibar was een groot talent bij Feyenoord. Belangrijk voor het Nederlands elftal onder 17. Er lonkte een mooie toekomst. Maar ergens onderweg is het misgegaan. Maar dat is zeg maar de weg die voor mij is weggelegd. Zo zie ik het. Ik ben een gelovige man. Iedereen heeft zijn eigen weg. En ik moet deze weg doorlopen om iets geweldigs te krijgen. Dat is mijn weg. Zondag is het Feyenoord PSV. Voor Anas Archibar zal dit voor altijd zijn wedstrijd blijven. Door die ene editie van 3 jaar geleden. Ik zie het vaak terugkomen. Wedstrijd, op het moment dat Feyenoord tegen PSV speelt, zie ik een paar momenten terugkomen. Ik hoor het van de jongens meestal. Het schiet wel hier en daar schiet door mijn hoofd. Veel spelers die in actie kwamen in die editie, zoals Archibar, Klaasie, Manu, Maher, Depay, spelen nu op een ander niveau dan men toen had gedacht. De ene heeft iets meer geluk dan de ander. Dus de ene die maakt een mooiere stap dan de ander. En die maakt daar wel gelijk doelpunten, waardoor hij wat meer kan spelen. En de ander die valt ongelukkig in of die speelt in een wedstrijd waar iedereen slecht speelt, waardoor hij ook niet opvalt. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen weg daarin. Ik kreeg de bal van Rick Karsdorp. Ja, op zich denk je niet veel. Ik denk zo goed mogelijk raken en dat hij de goal in gaat. En dat ik hem zo raak, had ik natuurlijk niet kunnen voorspellen. Maar ja, ging geweldig in en dan komt alles los natuurlijk. Dan word je helemaal gek natuurlijk. Ik kreeg de bal van Jean-Paul Boetjes en met hem speel ik al jarenlang. Hij weet precies waar ik sta en ik weet precies waar hij staat. En hij gaf de bal zo geweldig dat ik hem alleen maar zo erin kon trappen eigenlijk. Ja. Die Jean-Paul Boetius heeft het nu moeilijk bij Feyenoord. Opnieuw. Archibar kan zich herkennen in zijn oud ploeggenoot. Daar hebben alle spelers mee te maken. Iedereen gaat wel een keer een downperiode krijgen. Het is maar hoe je het oppakt. En hoe snel je het oppakt en hoe hard je ervoor werkt om het op te pakken. Kijk, op het moment dat je een downperiode krijgt, moet je gaan opstaan en werken. Je moet er hard voor werken om jezelf weer omhoog te helpen. En ik denk dat bij hem nou rustig naar boven komt en hij komt heus wel goed met. En wie weet komt zo'n wederopstanding door zondag tegen PSV. Anas Archibar weet wel hoe je dat moet doen. Archibar was dat. Hij zegt in het item over Boetjes, die moet gewoon weer vertrouwen krijgen. Van Bronckhorst zei ook op de persconferentie, we zijn ermee bezig, we zijn met hem aan het werk. Maar hoe krijg je als speler vertrouwen? Hoe doe je dat? Spelen toch? Dat sowieso. En vooral ook zelf in een plan geloven. Kijk, je moet uiteraard, het maakt niet uit wat je voor werk doet, of je voetballer bent, of je bent tv-presentator. Je moet in jezelf geloven. Weet je? Oh, dat is geloof je erg, dat? Nou... Over nadenken eventjes. Nee, maar dat is zo. Je wordt in je hele carrière geconfronteerd met een mindere periode. Alleen het gaat erom hoe sterk je bent. Het gekke bij Boetius is wel, het is de tweede periode dat het natuurlijk wat minder gaat. De eerste keer is het natuurlijk gevlucht naar het buitenland eigenlijk. Hè? Ook niet helemaal geworden wat hij ervan gedacht had. En nu kom je terug. En wij zeiden allemaal, hij is volwassener geworden, hij heeft geleerd. Mm-hmm. En dat zie je er toch niet helemaal aan af. Nee, maar kijk naar Kjeld Nuis vandaag. Die heeft mentaal ook het heel erg lastig gehad. Ja. En kijk hoe hij vandaag terugkomt met alle omstandigheden die erbij waren. Valse start ervoor. Ja. Weet je wel? Dus ook bij een sporter betekent dat je zelf heel erg aan jezelf moet werken. Is je probleem onderkennen. En misschien is Boetjes mentaal wat minder sterk. Bij Boetjes heb ik al het idee dat die eerste 5 minuten cruciaal zijn voor de rest van zijn wedstrijd. Als die eerste 5 minuten, de eerste 2 acties mislukken, kan hij zichzelf er niet overheen helpen om zich weer in de wedstrijd te knokken.
Speelt hij wel in het begin goed, dan kan hij gewoon een hele goede wedstrijd neerzetten. Maar we hebben een paar keer zien invallen ook. Dan valt hij in, de eerste actie gaat mis. En dan kan je hem eigenlijk maar weer direct wisselen. Want dan weet je eigenlijk al, er gaat niets meer komen. Nou, terwijl je hebt ook spelers zoals Elia vorig jaar. Die zaten totaal niet in de wedstrijd en ineens kwam dat moment. Ja, maar als je, ik heb al geleerd dat als je een aantal keer een aantal ballen verspeelt achter elkaar, dan zeiden we als coach tegen mijn grip, probeer nu even vier keer naar dezelfde kleur te spelen. En lukt dat dan ook? En dat maak je dan op een gegeven moment eigen. Ja, dat lukt op een gegeven moment ook. En op het moment dat ik dat nu heb of een andere periode, dan denk ik, oké, ik ga het even makkelijk beginnen. En zo speel je vaak in de wedstrijd en zo moet Boeitjes ook weer beginnen. Het aardige is wat jij zegt. Frezer heeft vandaag bij Vitesse zijn spelers laten kijken naar Kjeld Nuis. Maar het mooie is, als je die interviews van die schaatsers, en niet alles is heiliger, maar die schaatsers hebben het niet over winnen. Die hebben het alleen maar over je beweging maken. Alleen maar blijven schaatsen in alle dingen. Of het nou shorttrack was, gisteren met Schulting, of het nu vandaag Kjeld Nuis is. Het enige waar ze mee bezig zijn is slagen maken. Het lijkt wel alsof voetballers met te veel eromheen bezig zijn en niet alleen maar met die actie bezig zijn. Kan dat? Ja, misschien is bij Boetius het verwachtingspatroon ook gewoon niet juist geweest. Hè? Want hij is de opvolger van Elia bij Feyenoord, die dat wel in zich had. En Boetius heeft dat in het verleden niet zo vaak laten zien als dat Elia dat ook heeft laten zien. Hè? En er waren mensen die zeiden, misschien is dit wel een verbetering voor Feyenoord toen Boetius kwam. Ja. Omdat hij de afgelopen jaren bij, wat was het, Basel? Basel, ja. En later Genk nog eventjes. Ja, maar heeft laten zien dat hij wel degelijk dat vond. Ja, vind je? Dat het echt beter en stabieler was ja, dat is ook in de reden voor Feyenoord, bijvoorbeeld bij Elia. Basel heeft hij niet gespeeld, hè? Ik vind dat verwachtingspatroon al zo hoog was. Om hem terug te halen. Toch niet omdat hij al die periode slecht gespeeld heeft. Anders ga je. Basel heeft hij helemaal niet gespeeld. Bij Genk een half jaar wel, die wilde hij niet verlengen. En Feyenoord haalde hem, omdat ze hem nu relatief goedkoop terug kunnen halen. Ze hadden natuurlijk een vervanger voor Elia nodig. En ze weten wel wat hij het verleden heeft laten zien. Want buiten dat jaar Fred Rutte, waar hij inderdaad niet goed functioneerde, was het daarvoor natuurlijk wel een groot talent. Heeft nog met Nederland zelf toch gespeeld in Frankrijk. Overigens is het nog steeds zo dat Boetjes in de jeugd bij Feyenoord altijd aan de rechterkant gespeeld heeft. Hè? Klopt. En nu nog steeds gewoon maar links blijft. Hè? Dus ik zou ook een keer zeggen, als het niet lukt, twee keer, ga misschien naar de andere kant, weet je. En ik ga nog één vraag stellen over Feyenoord. Dan gaan we door over Sparta en over Excelsior. De vraag die hier binnenkomt is, wellicht nu een moment om wat meer jeugd in te passen, vraagt Wilbert van Hamersveld. Ja, dan moet dat er wel zijn. Hè? Dan kun je zeggen, ja, onder 19, kijk hoe ver die in de Youth League zijn gekomen. Dus het is, ik ben heel benieuwd, zo'n Kuksu, om die bijvoorbeeld een keer te zien. Hè? Goede vrije trap ook in de benen. Dus er zitten wel talenten aan te komen. Maar Van Bronckhorst geeft toch ook best in kaart, toch? Nou, kijk naar Malasia. Dat is een aardig... spreekt dat overigens goed uit? Ik denk Malasia. Ja, en volgens mij heeft Van Bronckhorst ook een keer centrale verdediger. Geertruida. Geertruida. Ja. En die werd net een beetje te licht bevonden. Althans, ik vond dat hij het niet zo goed deed. Maar ik denk dat Feyenoord altijd wel zijn talent een kans geeft. En vergeet niet dat veel jongens die erin staan zijn ook nog niet zo oud, hè? Okay. We gaan nog even over Sparta praten, jongens, want anders krijgen we daar weer Sparta uit tegen AZ. Mist al echt heel veel spelers. Nelon, Fischer, Bronjo, Dugal, Breuer, Verhaar, Kortsmit. Dat wordt wel een dingetje. Missie. Breuer gaat terugkeren dan in het elftal, dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Breuer, dat is wel verrassend, toch? Niet meer gespeeld onder advocaat en nu dan ineens... Nood breekt wetten, hè? Ja. Maar dit is, ja... Als je AZ tegen NAC zag, hoe die over NAC heen wervelde, dan is dat voor Sparta al een helse opgave bijna, denk ik, om daar nu iets te halen. Ja, en als je dan ook nog eens zoveel spelers mist in de regio waar Sparta zit, ben ik bang te veel van het goede. Maar ik doe morgen verslag daar, dus vanaf nu ga ik oppeppen van het kan. Maar wel weer in een systeem met 5 verdedigers en dan is Breuer natuurlijk minder kwetsbaar. Dat hij kan verdedigen en goed kan koppen is natuurlijk... Hè, dat mogen duidelijk zijn. Dus in een 5 verdedigingssysteem denk ik dat hij wel goed is. Maar 5-3-2 dan bedoel je? Een 5-3-2 systeem met snelle mensen voorin. Ja? Of zou met je? Met Kramer dan. Of met Kramer. Kramer is ook nog niet helemaal toe aan een basisplaats. Nee, maar die kan je misschien nog wel goed kunnen gebruiken in een restant van een wedstrijd. Dus voorin met Friday, misschien zelfs Dos Santos. De twee jongens die van AZ zijn gehuurd. Zou wel mooi zijn voorin. En dan 5 man achterin. Als Dos Santos dan naar de goede kleur gaat spelen, dan... Maar toch zegt hier, Tom van Luijn zegt, Sparta gaat het makkelijk redden. ADO en Excelsior stonden vorig jaar ook na 23 speeldagen respectievelijk 18e en 17e. En werd uiteindelijk nog 8e en 10e. Dus het kan, die eindsprint. Maar ik wil best een keer in discussie gaan met deze man. Nou, dat wil je graag, want hij vindt dat je wat positiever moet zijn over Sparta. Ja, zeg je erbij. Nou ja, dan gaan we samen een keer naar Sparta kijken, zou ik zeggen. Maar zie jij het niet zo gebeuren dat Sparta nog heel veel punten kan pakken in die slotfase? Nee, ik zie dat niet zoveel gebeuren, omdat ik vind dat Roda het wel aardig doet. Die gaat zijn punten pakken. Het programma van Roda is wel aardig, weet je dat zeggen? Want die krijgen de komende weken Heracles, Willem II, NAC en Sparta. Nou, ik denk dat ze daar serieuze punten, of dat ze best wel wat punten gaan halen. En ik vind NAC op dit moment beter. Je spreekt over de onderkant in de divisie dan Sparta. Sparta krijgt gewoon echt heel erg lastig. En ik hoop dat ze 16e of 17e worden. En de geleerden roepen ook nog wel eens, kijk eens naar het programma van Willem II.
Dat is ook niet een heel makkelijk programma. Nou, en NAC, hè? NAC is ook gewoon binnen. Je krijgt nog Sparta NAC. Ja. Die zit NAC ook nog gewoon op binnen schietbereik van. Ja, dus er is echt nog wel, er is echt nog wel hoop. Er zijn een paar moedjes voor Sparta, hè? Sparta NAC, Sparta VVV, misschien zelfs Den Haag thuis. Dat zijn de thuiswedstrijden waar je punten kan pakken. En dan zullen ze inderdaad moeten verrassen. Misschien wel bij AZ of bij PEC Zwolle later, die toch ook een beetje aan een vrij vol is begonnen. Ja. En ja, dan zullen ze toch echt heel ergens moeten verrassen, willen ze echt dat verschil in kunnen lopen. Ik zie het zwaar in. Sorry. Ja, dat mag. Excelsior moet uit naar Heerenveen. Die zit natuurlijk in een soort punten. In de moeilijke wedstrijden, als je denkt nu gaan ze weer punten pakken, pakken ze altijd weer punten. Dat zelfs het best presteren in de Rotterdamse uitclub dit seizoen. Het geheim van het goed kunnen aanvallen, toch? Op snelheid eruit kunnen komen. Best presteren in de Rotterdamse club. Als je gewoon kijkt naar mogelijkheden en alles dus die perspectief plaatst. Ja, nee, fantastisch. Ja, als je nou kijkt naar die verdediging, dan heb je toch bijna het gevoel dat als je zo meteen Matthijs ziet spelen, die is toch aan het einde van het seizoen weg. Die wordt gewoon verkocht, toch? Zo goed als hij dit jaar speelt. Ja, maar dat geldt net als normaal gesproken, net als voor de trainer, voor meer spelers. Ik bedoel, Excelsior zet zich nu zo op de kaart. Mm-hmm. Dat kan toch haast niet anders dat er voor de zomer voor meerdere mensen wordt aangeklopt. Ja. Dat is al op de keerzijde van ploegen die succes hebben. Ze lopen best wel veel contracten af. Ja, ze proberen nu kapitaal bij elkaar te halen. Ja. Anders valt ook op staat of de trainer blijft. Hè. Ja. Daar is nu nog geen nieuws over. Daar gaan ze in begin maart weer praten. Als hij blijft, dan kunnen de stappen misschien snel worden gezet. Ja, en je weet in elk geval dat je weer op het hoogste niveau zit. Hè. Dat helpt bij spelers ook vaak om ze vast te leggen. Maar bij Excelsior achter de schermen, ze willen wat business seats uitbreiden. En ook een nieuw model opstarten om te zorgen dat je weer nieuwe spelers kan aantrekken. Bijvoorbeeld om een De Wijs te lonken om te blijven. Het is een model wat ze bij Heracles, in Almelo ook gebruiken. Waarbij mensen investeren. Kunnen ze een flink rendement krijgen, maar niet gegarandeerd uiteraard. En als spelers dan voor meer worden verkocht, dan dat die nieuwe sponsoren inbrengen. Ja, dan is het eigenlijk een win-win situatie voor iedereen. Ja, tot slot van deze uitzending komt er nog nieuws binnen over Feyenoord. Goldman Sachs heeft zojuist getekend met Feyenoord City en Stadion Feyenoord voor het nieuwe stadion. Goldman Sachs was dat? Bank, ja, de bank. Ja, ik leg het even bij jou neer, want jij bent van economisch het meest onlegd in deze, denk ik. Maar de bank, Zakenbank, we gaan 232 miljoen euro willen ze bij elkaar gaan halen door middel van een aantal consortium van andere banken. Dat moeten ze voor de zomer doen, anders zou het stadion dan niet doorgaan. ING krijgt ook een rol erin. Die gaan voor 100 miljoen aan preferente aandelen verkopen zonder stemrecht. En dat alles moet dan de komende weken en maanden zijn beslag gaan krijgen. Nou ja, het is sowieso heel erg goed dat soort partijen mee investeren in Feyenoord City. Ja. En niet bijvoorbeeld alleen maar bouwbedrijven. Een bank zijn toch stabiele partijen. Zeker ING doet steeds meer en onroerend goed. Dus ja, dat is goed voor Feyenoord. En we moeten vooruit daarmee, want het is voor Feyenoord gewoon beter. En is een krediet verstrekt op weg naar het stadion toe van 17,5 miljoen nu om dat plan te ontwikkelen. En dat wordt dan afgelost als alles doorgaat in ieder geval. Dus toch loop ik nog niet gelijk. Dit is goed, hè? Dat voor de volgende stap, dat het eindelijk gelukt is met die gerenommeerde partij. Ze waren lang aan het praten erover. Maar ik zie ook nog steeds toch wel heel veel beren op de weg en onzekerheden. Uitdagingen. Positief blijven. Ja? Goed, we sluiten positief op. Nou, we gaan hier volgende keer. Geert heel de avond negatief. En die gaat alles voetbal. Moeten we weer naar de koeien in Amsterdam? Ja, alles voetbal te volgen op Radio Rijnmond. Zondag natuurlijk weer een nieuwe FC Rijnmond. Uitgebreid terugblik op het voetbal van dit weekend in de Eredivisie. Graag tot dan. Ik denk dat elke speler wil spelen. Op het moment dat je niet speelt, ja, dan heb je het gevoel. Je bent al populair hier. Ja, die jongens lopen te kloten, joh. Nee, maar.